De omstreden attractie De Commander die komt definitief naar de kermis in Uden. De eigenaar heeft voor Uden gekozen zonder dat daar een kort geding aan te pas hoefde te komen. Volgens wethouder Thijs Vonk is er een en ander in soepel overleg gegaan met de gemeente Tilburg. De eigenaar moet nog wel voor 1 april veiligheidscertificaten laten zien. De Udense en Tilburgse kermissen zijn tegelijkertijd en duren beide 10 dagen. De twee steden willen de attractie allebei graag hebben. De exploitant tekende echter het eerste voor Uden en later ook voor Tilburg. Beide gemeenten besloten een kort geding aan te spannen als de exploitant zelf geen keuze zou maken. De attractie kwam bovendien in opspraak omdat die onveilig zou zijn. Het gevaarte is nu in onderhoud en moet vanaf begin april de kermissen weer op. Dus de attractie moet gekeurd zijn en er zullen veiligheidscertificaten moeten zijn, aldus wethouder Vonk.